Goedendag. Gisteren trok een aantal stevige regen- en onweersbuien over het land. Zorgde voor mooie lucht, zoals je achter me een heuse shelf cloud. En als je zo'n lucht ziet, dan weet je ook dat het niet lang droog blijft. Maar vandaag viel het met de buien toch wel mee. Trokken altijd nog wel een paar buien over het land, maar niet zo heftig als gisteren. En ook de komende tijd moeten we toch nog wel rekening houden met buien. Want als we naar de weerkaart kijken, dan zien we al gelijk dat we te maken hebben met een groot lage drukgebied net ten noorden van ons land. Dus de weerkaart voor vanavond of eigenlijk komende nacht. En daarmee ook vrij onstabiele lucht bij ons in de omgeving. Wat verder opvalt is dat er nog een tweede laag tot ontwikkeling komt net voor de kust van Frankrijk. En daar krijgen we in de loop van vrijdag mee te maken. Als ik de animatie ook laat lopen, dan zien we dat dat lage drukgebied langzaam tot ontwikkeling komt en richting vrijdag naar ons land toe trekt. Gaat wel via Frankrijk en uiteindelijk Duitsland, dus de kern van het laag trekt net voorbij. Maar we krijgen wel met de buien te maken, we zien ook af en toe van die felle kleuren. En de wind, die begint toch te draaien naar een wat frissere richting. Komt vrijdag in de loop van de dag, zeker in het westen, uit noordelijke richtingen. Dus ook de aanvoer van wat frissere lucht. Wel is het zo dat richting het weekend dat laag eigenlijk alweer voorbij trekt, de Noordzee optrekt en dat het allemaal weer iets rustiger wordt. Zeker vanaf zondag verwachten we ook alweer langere, droge perioden. En als we dan kijken naar begin volgende week, zien we toch wel wat verandering op de weerkaart. We zien namelijk een tweede, groter laagdrukgebied via de Britse eilanden dichterbij komen. Ik kan hem ook even mooi intekenen. En dan zien we de stroming bij ons veranderen van tijdelijk noord naar uiteindelijk weer zuidwest tot zuid. En dan is over het algemeen ook een vrij warme hoek. We zien dan de temperaturen weer aardig oplopen na het weekend. Wel is het zo dat met dat laag in de buurt het allemaal wat onstabiel is. En zeker in de loop van maandagavond en richting dinsdag verwachten we toch alweer een aantal buien die overtrekken. Daarmee wordt het dus niet echt per se stabiel zomerweer. En midden volgende week zien we de stroming dan ook wel weer wat meer naar het zuidwesten draaien. En ja, dan is stabiel zomerweer nog niet echt voorhanden. Hoe anders is dat verder het continent op, waar we constant hoge drukinvloeden zien en waar het met de buien vaak wel meevalt, alhoewel richting woensdag er toch weer wat buien worden berekend. En als we ook naar de bovenluchttemperatuur kijken, zien we dat die hele warme zomerlucht niet al te ver bij ons vandaan ligt. Hier zien we dat mooi terug. Dit is het beeld voor komende nacht. Dus de temperatuur op ongeveer 1500 meter hoogte met ook een hoogteprofielkaart. Dan zien we ook gelijk ook op hoogte waar de lage drukgebieden zich nestelen. En dan moeten we eigenlijk dit hoogtelaag in de gaten houden, want die komt geleidelijk aan met een uitzakking de komende dagen weer onze kant op. En dat zorgt dan voor die relatief natte vrijdag. Hier zien we het gebeuren. Hij snoert even af. Op hoogte dus ook dat lage drukgebied. En dan zien we dus ook dat die bovenluchttemperatuur geleidelijk aan begint te dalen bij ons. En aan de grond zit nog wel wat warme lucht. En dat zorgt dan voor een iets onstabielere opbouw van de atmosfeer. Wat we ook weer zien dit weekend en richting het weekend zijn dus die opmars van die warme luchtbellen over het continent naar het noorden. Maar daar komen we dus nog niet echt lekker in te liggen. Wel is het zo dat dat hoogtelaag voorzichtig weer aan de wandel gaat in de loop van zaterdag en zondag. Trekt dat hoogtelaag weer de Noordzee op en draait de stroming alsnog ook in ons land weer terug op hoogte naar het zuiden tot zuidwesten. En dan zie je gelijk die bovenluchttemperatuur alweer oplopen. En dit soort temperaturen op hoogte, daar mag je dus 10 tot 15 graden bij optellen op zonnige dagen. Nou, ik zei het al, het is niet per se zonnig. Er zullen buiengebieden overtrekken, maar bij dit soort waardes kom je toch alweer snel in de buurt van de 25 graden. En waar we verder op moeten letten is die echt wel die warme bel die de volgende week inkomt voor Centraal, Oost en Zuid-Europa. Als de animatie laat lopen zien we daar de temperaturen behoorlijk oplopen. Af en toe zelfs naar 25, 26 graden hier in Boedapest. En dan moet je toch wel rekening houden met temperaturen die aan de grond richting 40 graden kunnen gaan. Nou, dat blijft ons gelukkig allemaal bespaard de komende tijd. Als we nu naar het weer voor vanavond kijken, ja, dan zien we eigenlijk best wel vriendelijk weer. Na die bui van vandaag komt de zon er steeds beter bij. Zeker in het westen van het land verloopt de avond langere tijd zonnig. Temperatuur ligt halverwege de avond rond 19 graden. De wind die neemt geleidelijk aan in kracht af en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 13. Daarbij wel weer iets meer wolkenvelden. Het blijft droog en de wind die zwakt alleen nog maar verder af. En dan morgen beginnen we met relatief veel zon, wel wat wolkenvelden. In de loop van de dag zullen weer wat stapelwolken ontstaan. En zeker in het oosten en noordoosten van het land sluit ik een hele enkele bui niet uit. Beduidend minder wind dan vandaag en de temperatuur stijgt naar aangename waarde 20 tot 23 graden. Niet te warm, niet te koud eigenlijk.
Als we ook nog even naar de vrijdag kijken, als het hoogte laag bij ons ligt, dan zien we toch een heel ander weerbeeld. Echt een stuk wisselvalliger, veel buien, vrij weinig zon. En in de oosthoek zit iets warmere lucht verscholen. Zeker boven Duitsland, als je Duitsland inrijdt, nog wat hogere waarden. En daar dus ook waarschijnlijk de meest actieve buien als het gaat om onweer. In het westen van het land vooral veel bewolking en perioden met regen en buiige regen en temperaturen. Ja, die dus moeizaam richting 20 graden oplopen of richting 20 graden gaan. En na die vrij natte en wisselvallige vrijdag zien we ook op zaterdag nog een aantal buien. De buien zullen echt wel wat minder worden. De wind die dus van noord naar noordwest begint te draaien en iets minder aanwezig is. Temperatuur, ja, die blijft toch wel iets achter. Maar richting zondag zien we toch weer waarden die makkelijker over de 20 graden gaan. Uitzondering de kustgebieden. En daarbij neemt de buiigheid geleidelijk aan iets af. Als we naar de pluim kijken, dan zien we dat dipje dus ook mooi terug. Hier de vrijdag en de zaterdag. Temperaturen in het midden van het land die niet de 20 graden bereiken. Misschien in het oosten dus nog wel. En daarna zien we dus die oplopende temperaturen als de hoogtestroming weer begint te draaien naar het zuidwesten tot zuiden. Wel zo dat hele warme lucht niet echt heel duidelijk naar voren komt in mijn pluim. Maar goed, we hebben gezien dat die hele warme lucht niet ver bij ons vandaan ligt. Misschien moeten we hier ook wel iets meer blij mee zijn dan met bijvoorbeeld 40 graden. En als we ook nog even kijken naar de bijbehorende neerslagkansen. Ja, dan zien we dus ook echt wel dat wisselvallige weer voor vrijdag en zaterdag goed terug. Misschien dat met buien het in de nacht naar zaterdag toe het lokaal wel eens tot 10 mm of meer komt. En ook rond dinsdag en woensdag in die warme lucht waarschijnlijk dus die buien. Vanaf donderdag wordt het weer wat droger, iets stabieler. Maar echt stabiel en heet zomerweer zit er voorlopig nog even niet in. Ik wens u een fijne dag.